Een enorme ravage was het vrijdagnacht op de Hoogstraat. Een politieachtervolging was de oorzaak van deze botsing. In de vluchtauto zat een man die verdacht wordt van een poging tot inbraak op de Demer. Maar hij ging er vandoor. Toen de politie hier op de Hoogstraat wilde inhalen om hem tot stoppen te dwingen, botsten de wagens. De verdachte ging in een slip, knalde tegen een andere wagen die vervolgens de stoep op werd geduwd en daar weer een auto raakte. De bestuurder is opgepakt. Niet veel later werd op de Keizersgracht nog een andere verdachte aangehouden van die poging tot inbraak. Beide mannen zitten nog vast voor verder onderzoek.